Bestaat er een tegenstelling tussen geloof en wetenschap? Nu, er is maar één werkelijkheid. De wetenschap probeert deze werkelijkheid te begrijpen en te verklaren door na te denken en te observeren. Dat levert theorieën en hypothesen op. Het geloof probeert ook de werkelijkheid te begrijpen, alleen niet met microscopen, maar met de hulp van Gods openbaring. Het gaat daarbij minder over de vraag hoe de dingen werken, maar meer over waarom de wereld bestaat en wat de zin van het bestaan is. En zo leeft een wetenschap en geloof nog lang en gelukkig. Nou ja, helaas niet altijd. De problemen kunnen aan beide kanten ontstaan. Als bijvoorbeeld een wetenschapper zegt dat het leven van de mens deze of die betekenis heeft, of zelfs helemaal geen. Dan is dat slechts een bewering en geen resultaat van zijn wetenschappelijk onderzoek. Want een wetenschapper krijgt door de processen die hij bestudeert geen antwoord op zinvragen. Hij kan begrijpen hoe iets in elkaar steekt, maar hij weet uiteindelijk niet het waarom, de diepere betekenis ervan. Laat ik het met een voorbeeld uitleggen. Al begrijp ik hoe een auto werkt, waardoor een motor draait, hoe alle onderdelen samen functioneren en ga zo maar door. Dan heb ik er nog absoluut geen idee van waar de auto naartoe rijdt: Parijs, Wenen, Jerevan. Die vraag kun je nooit beantwoorden door een blik te werpen op de onderdelen van de auto. En dat geldt ook voor de wereld. De wetenschap kan verklaren hoe iets werkt. Maar waarvoor en waarom er überhaupt iets is, dat kan ze niet zeggen. Als ze dat probeert, dan is dat onwetenschappelijk. Problemen kunnen er ook aan de kant van het geloof zijn. Ze ontstaan als je de Openbaring verkeerd uitlegt. Wanneer je bijvoorbeeld de beeldrijke taal in sommige delen van de Bijbel niet als zodanig begrijpt, maar strikt letterlijk uitlegt. Of als je niet inziet dat de Bijbel geen dictaat van God is, maar dat de Openbaring is ingebed in de tijd, cultuur en taal van de door God geïnspireerde schrijvers. Wanneer je dit niet inziet, dan leidt dat tot dwalingen en soms ook tot een conflict met de wetenschap. Daarbij is het volgende belangrijk. Het is niet de openbaring die in deze voorbeelden onjuist is, want die komt van God, maar onze interpretatie van de openbaring klopt dan niet. De grote theoloog Augustinus maande in de vijfde eeuw al aan tot bezonnenheid en zei: Vaak heeft een niet-christen kennis van de aarde, de sterren, de banen van de sterren, hun grootte en afstand. En deze kennis staat door het verstand en het onderzoek vast. Het stuit een ongelovere dan tegen de borst van een christen onzinnige opmerkingen over deze zaken te horen, die voor zijn uitspraken een verkeerd beroep doet op de Heilige Schrift. Als wetenschap en geloof elkaars kundigheid weten te respecteren, dan kunnen zij beide goed met elkaar overweg. Sterker nog, zij vullen elkaar aan en helpen ons om het geheel van de werkelijkheid te begrijpen.